Dag, beste wielerliefhebber, welkom bij uh, Valsplat. Dat is de wielerpodcast van Play Sports en Friends of Sports. Vanaf dit seizoen zijn we uh, ook weer op tv te zien. Dat is op het uh, kanaal van Play Sports. Op YouTube ook, en op alle kanalen. Uh, we gaan het hebben over het afgelopen weekend, natuurlijk. We gaan het hebben over La Primavera. We blikken vooruit naar een heel goed gevulde wielerweek. De Ronde van Catalonië is er, de E3 komt eraan... Uh, Gent Wevelgem komt er ook aan. Dat doen we elke week op maandag normaal gezien. Maar nu moet dat voor één keer op dinsdag. Maar dat doen we met heel veel plezier. Want uh, het heeft alles te maken met onze gast. Uh, die kon alleen vandaag. Klopt. Hè? Dag Oliver Naas. Hallo, dat, uh, dat klopt inderdaad. Merci voor, uh, voor het een uitstellen. uit te stellen. Ja, nee. Heel blij dat je erbij bent. Ik ging ook nog zeggen, zie ik hier in mijn voorbereiding, dat je ooit nog courier geweest bent bij een industriële wasserij. Ja, 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 klopt. <laughs> dat moet je misschien heel even uitleggen. Wel, uh, goh, dat was zo één van die momenten. Ik zat op uh, de universiteit in Nello en uh, we kregen onze punten. Die waren niet fantastisch. En ik zou het zo niet echt, niet echt te goed meer zitten. Dus ik uh, belde naar reuze, ja, ik ga stoppen met, uh, met school. En dan moest ik onmiddellijk een job vinden. En ja, een dag erachter had ik, had ik dat een dag gevonden. Zat er druk achter van de ouders? Of was het gewoon? Ja, ja dat was zo één van die momenten Oeh. <laughs> dat het ja. niet fantastisch leuk thuis was. En uh, ja. Ja. toen had ik uh, direct daarna die, die job gevonden, heb ik. Uh, ja, een half, twee jaar gedaan. Ja. Laat ons zeggen dat het allemaal goed gekomen is. Want je bent rechtstreeks van de Poggio naar hier gefietst. Milan Saremo, hoe was het? Uh, zeer goed, tot, tot in de zaling van de Poggio waar mijn, mijn ketting breekt. Oké, okay, breuk van de ketting. Ja, bon, gaan we, het, we zullen het zo meteen daar uitgebreid hm, over hebben. Antizen, teasen, ja, teasen. We gaan even teasen naar ja. wat er nog komt. Hè. Uh, heel blij dat jij er zit. We zitten hier niet met twee, je hebt hier misschien al iemand naast me gehoord. Die ga ik zo meteen voorstellen. Uh, maar Dirk van Nijvercel, die is hier ook. Ik ging u voorstellen, ik ga u ook gewoon voorstellen nu, als um, het archief van de sportgeschiedenis <laughs> van Vlaanderen. Ja, dat is wel overdreven. Ja, nee, maar je, je bent eigenlijk de transfer van het seizoen. Um, de mensen die Valspad al volgden, die weten dat. Je hebt hier al gezeten ja. twee seizoenen geleden, je bent nu teruggekomen. Hoeveel geld is er geboden uh, om jou terug te krijgen, Dirk? Uh, geen, dat is eigenlijk allemaal naar de jappen gegaan. Ah, ja. 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 Ik Denk een contract wel wachtend. Ja, dat dien. begrijpt natuurlijk niemand. Ik heb dan uh, wel geopperd voor Dirk, omdat ik een van zijn grootste fans ben. Uh, ik ja. ben natuurlijk ook wel echt een Belgasport fan. En daarmee ik heb echt op uh, ah, met mijn vuist op tafel geklopt. We uh, gaan zo meteen bij jou komen, Jappa. Ja. Uh, <laughs> Belgasport fan, maar je hebt het al gezegd eigenlijk. Ja, ja. Ja, Belgasport, dat maak jij, Dirk. Ja. 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 Je, je bent er nu mee bezig. Ik heb je gisteren nog gestuurd. En uh, jij was tot een kot in de nacht bezig met de volgende Belgische sport te, te monteren. Ja, volgende week vrijdag, want er is nu een weekje geen uh, opleesport met de match van de Rode Duivels. Maar volgende week vrijdag is er een aflevering over de meest iconische ronde van Vlaanderen ooit, wordt gezegd. Die van 1985, die Erik van der Aarde won. Ja. In uh, Apocalyptische weersomstandigheden. Dat is weer een ongelofelijke tide. Nee. Ik, ik wil nu wel kijken. Uh, wanneer, gaan, wanneer gaan we die zien? Ja, over twee weken is het? Ja, dus vol, uh, okay. niet deze week vrijdag, maar de vrijdag aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen. Oké. Okay. Je hoort het, dat zijn hier uh, tenminste twee mensen met uh, heel veel wielerkennis in de zetels. Daar ben ik heel blij om. En uh, er is nog iemand die hier ook is. Uh, dag, Jap. Hele dag, Max. Ja. ja, ik heb hier uh, al vier generaties uh, vals plat overleefd. En uh, ik ben hier maar niet uit die zetel weg te krijgen. Ja. Uh, okay. ja, ik probeer ook wel wat te fietsen. Ik heb mij juist voor twee Gram Fondos ingeschreven. En uh, ik heb mij um, gefocust op het WK in Glasgow. Dus ik kan mij proberen te selecteren. En hier tussen ons zit ook wel iemand dat misschien ook wel naar dat WK in Glasgow wilt gaan. Ja, wie, wie niet? Maar de plaatsjes zijn gigantisch duur. Hè. Ja, het is misschien ben, al... je, ben je jezelf nu aan het vergelijken met een professionele wielrenner? <laughs> nee, uh, Jappe, is dat ja, hoor uh, ik. ik Dat doen recreanten altijd. Ja. Uh, maar en nee, het is gaat wel naar het WK. Het is, niet... keer, het is voor de eerste keer eigenlijk een, een, een super WK dat zich plaatsvindt. Uh, dat alle takken van de wiel, wielersport uh, in tien dagen of zo worden gepropt. Yeah, yeah. Waaronder ook uh, grafond. Ja. Dus uh, we gaan dat proberen. Hè. Ah, wel, we maar... gaan er alle twee een doel van maken. Okay. Maar ik ben er zeker van dat we daar nog heel veel van gaan horen van jou. Um, tot alles uh, hopen. Ja, tot geluk of tot spijt van. Iedereen die aan het kijken is. <laughs> Ik heb eens zo wat uh, research gedaan. Je hebt wel echt de vreemde manier gekozen om, uh, om prof te worden eigenlijk. Hè? Hoe, is dat, hoe is dat gekomen zo? Ja, wel, ik ben begonnen met koersen op mijn, op mijn zesde jaar. Dus niet vroeg, niet laat. Dat is zo average. En uh, ja, dat was geen geen gigantisch succes, laat ons zeggen, dat het toch wel een paar maanden geduurd heeft dat ik de eerste keer een koers kon uitrijden. Dus ik had redelijk snel door. De koers, dat is, dat is heel leuk, maar dat gaat ook niet echt meer worden dan dan een hobby of een passie. En uh, dat is ook zo gebleven tot tot als ik in, uh, op de universiteit zat. En toen dat ik eigenlijk stopte met, uh, met school, ongediplomeerd, ouch. <laughs> maar wel als een goede courier. van een wasserij. Dat, dat is erachter. Dus ik, ah ja. toen ik stopte met school, dan, uh, dan Allee, toen ik nog op school zat, dan was ik eigenlijk ofwel half en half voor school bezig en half en half voor de koers bezig. Dus op de fiets dacht ik van, oh man, ik zou beter studeren, want mijn punten zijn niet echt, eh, niet echt genoeg om, om daar mijn voeten aan te vegen. Zat ik dan achter de boeken, dan dacht ik, oh, ik zou beter wat trainen, want ik ga van het weekend anders te, te veel slagen krijgen. En uh, dat heeft geduurd totdat ik eigenlijk stopte. Toen, ging, toen ben ik gewoon gaan werken, gelijk, uh, gelijk iedereen. en kwam dan thuis rond, uh, rond een uur of vijf en dat had ik echt gedaan. En kon ik uh, gaan trainen. Mm -hmm. En mijn resultaten die zijn echt ja, ja. Through, the, through the roof gegaan. Als, uh, ik was zelfs al geen belofte meer, ik was al uh, 24 op dat moment ja. en ja, dan is ook, dat is in principe ook te laat om, om prof te worden. Ik heb dan een reddingsboei gekregen van uh, Lotto Billisol destijds en zo is het toch. Zo is het toch gelukt. Ja, ja, want je bent eigenlijk gestart als elite zonder contract. Dat is iets wat nu ja, nog heel weinig gebeurt. Ik is... denk dat dat niet meer gebeurt. Ja. Ze komen van, van de juniors. Van 16 jaar ja. 17 jaar komen ze naar, naar het peloton. Dat, heeft dat voor jou een verschil gemaakt? Allee, maakt, u, maakt u dat harder op een of andere manier? Uh, goh, dat, dat heeft veel voordelen. Een paar nadelen natuurlijk. Mijn carrière die gaat veel korter zijn dan, dan uh, iemand die, die op zijn 18, 19 prof wordt. We hebben, hebben nu renners in de ploeg. 19, 20 jaar zijn. Oh, dat is gigantisch jong. Ja, ja. En dan heb je een Pogi, een Remco, die op die leeftijd al, al een elf van, van de wielerkalender opgekust had. En op die leeftijd zat Olin Naas nog gewoon aan de overpoort te zwaaien met zijn vrienden. Inderdaad. Ja. Maar, natuurlijk dat heb ik dan ook wel gehad. Ook leuk, mm. ook leuk. Want dat heeft Remco nog nooit gedaan. Dat denk. gaat hij nooit niet. Ja. Ja, dat gaat hij niet beleven. Hij drinkt, en dat ja. heeft ook wel zijn waarde, Maar ja, natuurlijk een wereldtrui is anders ook niet meer. Ja, maar je zegt net, mijn carrière gaat minder lang zijn dan die mannen. Wat ik ook vaak hoor is, die beginnen heel vroeg. Dat dus zou wel eens kunnen. Ja. Dat is op hun dertig jaar. Ik zie maar naar een Peter Sagan bijvoorbeeld. Die is ook ja dertig en dan eens die dertig over. Heeft hij ook gezegd van, waar moet dat? Vrouw die af. Stoppen. Nee, moet dat om, om, uh, allee, om, om door te gaan tot je 37, 38. Moet dat als je op je 18 prof zet? En je hebt. Uh, ja, lekker like Remco die gaat palmarès hebben om, om van achterover te vallen. De pogi ook. Die, die staan onder, onder druk. Dat kun je, je niet voorstellen. Ja. Maar ze be beseffen ook pas later van hoe graag dat ze eigenlijk echt fietsen. Want ja, Bono zei er ook toen hij 24 was: ja, ik ga stoppen als ik 30 ben. Ja, ja, die Kijk. zei er altijd. En dan, als dat mm -hmm. ver ja. was, dan heeft hij doorgegaan tot zijn 38, ja. 39. Ja, jaar. ja zoiets. Ja. Ja. Alleen niet zo lang. Maar mm -hmm. ja. Ja, jij fietst nu al jaren bij als de Zijr Citroën. Dat is een heel groot Frans team. Je bent begonnen. Bij Sibel, eigenlijk. Uh -huh. uh, dat is van de hè? <laughs> dat is van de en uh, een andere fruit. Ja. ja. <laughs> hoe, was, hoe was de begeleiding daar? Misschien heel kort. Was oh, het dan was, met, dat was eigenlijk wel de mak. Maar dat was. Dat was uh, als je nu zegt, dat was een continentaal team. Uh -huh. Maar een continent continentaal team vandaag, dat dus is uh, met profs en met lonen en uh, met bussen. En bij ons dat was helemaal anders. Dat was <laughs> gewoon het passieproject van uh, Achille de Wit, dat is de eigenaar van, van het bedrijf Sibel. Die heel graag koers zag. En uh, Gaspar van Pettigem, dat was. Uh, de Schepen in Sint-Niklaas, dat was dan onze sportief manager. Uh, we hadden, hadden een omgebouwde partybus als, uh, als teambus. En dat was al hut van hut. Maar we waren allemaal, allemaal renners die allemaal gewoon gingen, gingen werken eigenlijk in de week. Dus dat was allesbehalve zoals het continentaal team er vandaag uitziet. Ja. En ook die, die omkadering, dat was echt de max. Dat was, uh, voor de koers kwam, kwam Gaspar een bus binnen. En de briefing, dat was dan... Ik moet het er niet uitleggen, zeker? En die deur ging toe en dat, dat was het. Je weet, je weet beter wat dat je moet doen dan ik, dus, uh, dus doe maar. Tegenover vandaag, uh, allez, de briefing van Sanremo. Dat heeft echt gigantisch lang geduurd. Elk rondpunt, van, over die 300 kilometer heb ik, heb ik op foto gezien voor de start. Het is, ja. is ook iets. Ja. Terwijl... Maar een omgebouwde partybus. Ja, een omgebouwde partybus. Ja, hoe ziet het eruit? Wel, er nog altijd zo die, die neonlampen en Gildenboel. Maar uh, de, 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 de danspaal was eruit gehaald en het stond een tafelken in de plaats, was, dat was zo. En als gewoon, was dat weer een gewone partybus. Ja, nee, dat was al onze teambus er ging dan hmm. bestikking, bestikking op ging zo. Ah, ja ja op okay, Toen okay. waren we echt ja, de man als we op de koers daarmee toekwamen. Ja, dat ja, was wel. wel zo in die periode, Sibel was ja. wel een goede ploeg hè, met die zwarte Ja, truik, ja wij dus. waren, we waren met... Met uh, Smit. De, ja, ja, inderdaad. Oh, die, was de, die was er... Ja, in mijn jaar was die er nog. Maar ja. ja, we hadden twaalf of ofzo, ik denk dat we... Patrick lefevre achtige nummers halden met de uh, 80 overwinningen of zoiets. Ja. Denk ik. Dat was echt, uh, echt wel heel plezant. Ja. Ja, het waren de beginjaren. Werd er toen anders gekorst? Toen jij begon dan nu? Goh, ja, dat was meer zonder tactiek eigenlijk. Uh, wij waren ook, wij reden ook vooral het kleinere programma. En, uh, stel dat er een ploegmaat mee was met vijf renders, dan was dat ook geen probleem. Moest ik erachter gegaan zijn met nog eens vijf renders en, uh, en dat ik vol meewerkte en zo. Dat ja. was allemaal. Dat was allemaal volledig anders dan, dan vandaag. Ja, dat ja, zou nog iets voor jou zijn, Jappe? Zo'n team, zonder, zonder tactiek. Ja. Ja, gewoon ik, niet, niet nadenken. Voila, oh, ja. Ik hoor vooral partybus, maar uh, ik zal gewoon dat niveau niet, uh, niet onderschatten. Ja. Want, uh... Vandaag niet meer, maar toen. Dat is dus wel veranderd. Toen viel dat niveau wel echt mee, denk ik. Mm -hmm. En uh, dat was, we uh, spreken van 2014. Uh, als je vandaag uh, in een continentale ploeg gaat rijden, dat zijn allemaal. allemaal uh, Profs of semi-profs dat daar, mm -hmm. dat daar zitten die al toch wel een ander niveau dan, dan wij. Ja, met andere woorden, het niveau is toch wel ja. naar omhoog gegaan. Op elk, uh, op elk, uh, mm -hmm. op elk trapje van de koers is niveau omhoog gegaan. Je ja. 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 eerste jaar in uh, de World Tour dan, dat was als stagiair bij Lotto. Dat was hetzelfde jaar eigenlijk, dat ah, was uh, in ja. 2014. Vanaf augustus, uh, ja, dat was ook zoiets. Ik had dan net de topcompetitie gewonnen. En ik kreeg een telefoon van, van Kurt van de Wouwer. Ja, want even de topcompetitie, wat was dat juist? Dat was zo'n zo regelmatigheidscriterium ja, ja. In, uh, ja, ja. Van, de, van de betere wedstrijden van België. Mm. En uh, Kurt van der de Wouwer vroeg: Zit die zitten om, om stagiair te worden bij ons? Wat dat al zeer uitzonderlijk was, aangezien het niet uit een, uit een piramide kwam. En uh, ik zei: Wauw, ja, sowieso direct. Maar ja, ik moest dan wel mijn, mijn job ervoor opzeggen voor, uh, voor twee maanden. Twee <laughs> maanden koersen. En dat was ook weer zo'n zo telefoontje naar. Naar huis, net zoals dat, uh, dat telefoontje <laughs> ja. over school. Ja. Uh, goed nieuws ik ga stoppen met, uh, Goed nieuws en slecht nieuws. Slecht nieuws eerst, ik kan stoppen met werken. Het goede nieuws, ik mag uh, stagiair worden bij een profploeg. En dan de mama. En hoe lang? <laughs> ja, nee, dat was, ja, was meer mijn pa die iets meer van, van de koers kent. En je mocht dat niet doen, en je gaat er niets verdienen. En, uh, ja, wat dat ook zo is als, als stagiair. En ja, dat is, uh, dat is heel dom. En uh, je werk op zijn dat dus dat was ook weer al geen fantastische dag thuis. Dat heeft daar twee maanden geduurd, we hebben echt gigantisch veel koersen gewonnen. Ik heb mijn leven nog nooit zoveel geld verdiend als in die twee maanden. Ja, ja. Dat was onbelast onbelast prijzengeld, dat was, prijzen was wereld ja. ja, maar ze, ze geloofden er eigenlijk niet in? Ze geloofden er niet in, nee, maar uh, dat was zo plezant, dat was ja, echt ja. zo'n zo uh, Belgenploeg. Ja, natuurlijk, als stagiair, je mocht geen worldtourkoersen doen, dus ik heb uh, ja, renners als Grijpel en zo maar zelden gezien. Ah, ja. Ik ging meer koersen met zo Jens De Bussere en... Uh, en Benoot was? En Boekie. Boek, ja, Thies Benoot was, uh, was stagiair samen met mij, net zoals Xander Meurissen. Die kwamen beiden wel uit de piramide van Lotto, dus junioren en een beloftenteam. Mm. En ze hebben mij ook meteen gezegd: we mogen maar één stagiaire contract aanbieden. Aangezien dat jij niet uit onze, onze jeugdploeg komt, gaat het jij sowieso niet zijn. Ik zal ze iets zeggen, Oli. Ze hebben een grote fout gemaakt. Het, een Want grote het, is fout. Daarna, het is daarna nog één jaar goed gegaan. Nadien is het alleen maar bergaf afgegaan met Lotto. Ja, maar dat was ook een van die momenten zo. In het leven hebben we soms zo momenten dat je op het moment zelf zo dramatisch spijtig vindt die achteraf dan. Wel goed uitgedraaid, als je er jaren later op terugkijkt, dan denk je dat het eigenlijk wel een geluk geweest ja. En dat was toen zo'n moment, want uh, ja, de jaren daarna is het inderdaad serieus geminderd. Maar nu is het bij Lotto wel weer omgeslaan, het is weer ja. een, heel, een heel leuk team, dat draait goed, je ziet dat in de ambiance heel goed zitten er wordt veel, veel gewoon toch wel. Ja, want, want dat, dat vraag je je dan af, hè. Zo, van buitenaf zie je de mannen winnen en het ziet er eigenlijk ook wel leuk uit. Maar binnen Is het pe de peloton he? denk, denken ook mensen nu van, oh ja, ik wil, eigenlijk, ja, ja, ik denk, wil er eigenlijk wel rijden, met plezier. Absoluut. Uh, vorig jaar stond het mij gigantisch aan, mm. allee, ik, lees, ik lees overal alles en elk artikel dat er over de koers verschijnt zal het wel ergens gelezen hebben, en uh, vorig jaar die, die negativiteit over Lotto, dat, dat werd men zo met systeem omdat dat onterecht was. Mm -hmm. Die hadden gewoon twee jaar die punten genegeerd. Maar vorig jaar hebben die een fantastisch jaar gereden, die hebben echt mooie dingen gedaan. En altijd zo maar, maar schieten op de lotto, dat, dat is iets... Oh. Ja, is haar, mijn haar kwam er recht van, verschrikkelijk vond ik. Is dat een beetje typisch Belgisch? Dat we zo... Ja, misschien wel. Ja, dat is ook gemakkelijk, hè? Als, er, als, er, als, er, ja. als er één medium begint te schieten op iemand, om dat over te pakken, dat is niet zo, dat is niet zo uitdagend. Nee. En ondanks dat het zeer goed ging bij de Lotto, die hebben vorig jaar vrij veel punten gepakt, was dat toch zo'n negativiteit rond en, en nu is dat gelijk helemaal ongeslagen. Ja, maar ook, ja, ook in de media denk ik de... ik denk ook dat iedereen nu... Ja, José, José zei ook van ja, um, de Lotto is terug sexy aan het worden. Ja, uh -huh. uh, en als José. het van José komt, <laughs> ja, die weet het <laughs> over waar. sexy natuurlijk. Dat is trouwens de schoonbroer van uh, mijn eerste patroon Achille van Sibel. Nee. José, ja. ah, serieus? <laughs> nee. Is het dan dezelfde soort figuur? Uh, nog straffer. Ja. <laughs> uh, ja, je bent dan uiteindelijk bij, als Zijr terecht dus terechtgekomen, uh, Oli? Via, via Topsport en AM in Zwitserland. Ja. Oh. ja, waar je ook nog, ja, ook nog uh, goed gereden hebt. Ik uh, bedoel, ja, uh, uh, ja. ook goede well, geweest. Het feit dat ik zo laat prof geworden ben, was ook uh, ergens wel leuk, omdat ik dan uh, rijp was mm -hmm. ja. om, uh, om prof te worden en uh, allee, ik weet nog, als ik bij Topsport binnenkwam, ik was dan 24, de meeste, uh, allee, ik werd 25 in dat jaar. De meesten van, van mijn leeftijd die waren al vijf jaar prof. Mag ik zeggen dat die echt moeite hadden om, ja, om aan te pikken aan, aan het profniveau, waar ik binnenkwam en, en dat was direct mijn niveau. Mm -hmm. Laat ons zeggen, had ik dan wel het B-programma wel te verstaan, maar ik zat direct wel op mijn plaats. En dat was ja, heel leuk voor, voor het begin van mijn carrière om, om, om goed te starten. Ja. Dus met andere woorden, het zat er dan wel in, je hebt, je hebt waarschijnlijk getwijfeld in het begin, om prof te worden, dan word je prof en dan voel je van, ja oké, okay, ja ja, dit is maar mijn ik heb plaats. geen seconde getwijfeld, maar natuurlijk ja, ik vroeg me wel af, ga ik dat wel kunnen? Ja. Of, nee, of gehoord de woorden van uw pa die zegt, je gaat er niks aan verdienen. Ja, je had er niks aan verdienen of, of had, er niks, had er niks van kunnen, was in dit geval ook zelf dacht, maar. Uh, ja. En tien jaar later heb je een garage met een lift in. Voor Voilà. Je kan... <laughs> Eat that. <laughs> um, maar dus, uh, als je er dan uiteindelijk, ja, dan lijkt mij een plek waar dat jij de afgelopen jaren content bent geweest. Zeker, dat was de juiste keuze. In 2017 ben ik naar daar gegaan. Dat was ook zoiets. Ik zat bij IM. Een fantastisch team. Onder leiding van Rick Verbrugge destijds. Op de eerste teammeeting zegt de patroon: zoals jullie allemaal weten, vind ik geen co-sponsor. Dan stopt de ploeg na dit jaar. Iedereen? Ja, ja dat wisten we. Ik zat daar. Wow. <laughs> <Nooes. lacht> nog Nieuws. Nog niets van gehoord. Die stopt dan ook. Net getekend. Ja, ja, ja. Net getekend. Oh, die, die carrière wordt gigantisch kort. En uh, ja, ik had, dan, ik had dan het geluk dat uh, als je dus er met, met een contractvoorstel kwam, als enige toen ook. Ja. En ik heb dat eigenlijk direct getekend. En, ja, dat, ja. Was toen, dat was toen voor een, voor een rol. Ziet het zitten om, om bij ons in de ploeg de klassieke kern te versterken, die niet bestaande is, ter ja. uh, Wat verwachten we van u? Een keer top 10 geregeld, top 20. Gewoon dat we geen, geen belachelijk figuur staan in het voorjaar. Meer, meer vragen we niet. En dat was eigenlijk toen wel de rol die, waar ik mezelf vrij makkelijk in, in kon vinden. Voor ja. de punten ook toe, hè? Ja, eigenlijk dat, wel. Bij, hebben, ook ook al ja, al al ja. bij ons hebben ze dat altijd belangrijk gevonden, omdat het, van het bedrijf, als je dus eruit, die zijn altijd enorm bezig met zo de ploegerankings. Ah, ja, okay. die, die moeten gelijk voor Groep AMBA zijn bijvoorbeeld, omdat dat een rechtstreeks ah, ja. concurrent is. Nee, en, ja. en ja, die, die puntjes zijn, zijn altijd belangrijk geweest voor ons, ja, ja. Ja, en dat we... niet overal zo is. Daar ben je een goede voor, want ja, veel top 10 plaatsen. Uh, ja, ja dezelfde, dezelfde winnen, en, uh, maar wel geregeld, allee, wel geregeld mee en ja, zo bouwde toch wel redelijk wat punten op door de ja. jaren heen. En, ja, veel, veel kleintjes maken, maken een groot. Natuurlijk ja, dat het zou leuker zijn om meer te winnen, maar dat zat er nu in. Veel, veel ereplaatsen ook hè? Ja, je, je hebt gekoerst en geregeld ja, mee. Hè? Ja, daar krijg je wel veel punten voor. En, ja. Dat is nu helemaal de coureur die ik ben. Ja. Maar was dat, een andere ploeg waar je in terecht kwam? Een Franse ploeg, want er wordt zo wel wat waar gedaan soms over de Franse ploeg. Ja, ja, ja. ja, in het begin wel ja. En waarom merkte je dat dan? Goh, van alles hè. ik kom van, van een Zwitserse ploeg. En natuurlijk, een Zwitserse ploeg, dan denk je direct aan... Uh, dat tikt gelijk een horloge en, en, en dat marcheert fantastisch, wat ook wel zo is. Dan... Uh, tot ze failliet gaan. Alsjeblieft. <laughs> tot ze failliet, tot gaan. ze failliet gaan. Tot ze failliet gaan tot ze de stekker eruit trekken. En dan een Franse ploeg, ja, waaraan, waaraan zie je dat als... Iets meer laissez-faire, minder, minder druk, wel ook. Dat, op dat punt in mijn carrière, uit, dat was mijn derde jaar als prof. Dat kwam mij toen wel, wel goed uit. Maar ja, vandaag de dag spreken we nog altijd over een Franse ploeg alsof dat, uh, alsof dat in de jaren 90 leven, Maar dat wel niet meer het geval is. Er wordt nu nog altijd wel heel veel ja, ja. gezegd over alle ja. Franse ploegen wel, hè. En uh, Want Jan Bakeland zei nog tijdens de uitzending van dat, uh, dat jullie eigenlijk als laatste in de Tour een eigen chef hadden. Ja, dat klopt. Ja. Bij Ayam hadden we een chef. dan. Bij Agit, kwam ik bij Je Dezer waar Baki toen, toen reed en dat was het eerste jaar dat er een chef was. En dat was voor mij ook zo, wauw, nu pas. Ja, ja. En ja, dus het belang van voeding en zo. Dus ik denk dat, dat je kunt zeggen, alles komt wel, Allee, alle innovaties volgen wel, maar ze volgen. Ze zijn, niet, ze zijn ook niet maar ze als ko eerste. Ze kopiëren de anderen. Ja, ze ze kopiëren de anderen. Zelf niet mee te zien. Maar, ja, waaraan, waaraan ligt dat dan? Is, goh, is dat gewoon mentaliteit? Ik heb daar zo'n paar theorieën over, maar. Uh, ja, bijvoorbeeld, Frankrijk dat is ook zo, dat is echt zo'n zeer links-links land en oh, het is allemaal. Autoriteit. Ja, dat is een okay. beetje ambtenarenmentaliteit ambtenaar soms. Ah ja, oké. Okay. Er was dus, het gerucht dat, dat bijvoorbeeld Franse ploegen heel lang, in plaats van Dorslesser of Poeier. Ja, Siro. Ja, tessere, ciro, ja. ja die is ciro ja. Maar ja, die Siro, dat is ook zoiets. de, de bakie, hoe komt er, er dan zot van? Dat altijd Siro was, maar die Siro, vandaag is dat dan een, een bidon 20 gram. Want daar zit 20 gram suiker in, in die, in die fameuze siro. Ik drink dat zelf nooit, maar dat is wel nog een acceptabele dorstlesser bij, bij warme dagen. En nu doen de grote ploegen dat ook, maar dat, dat is iets, ja... Vandaag de dag zit in een bidon of wel 40 of wel 80 gram. En als je dan een bidon hebt met 20 gram, dan lijkt dat ook ik, niet onprofessioneel, maar uh, op warme dagen zijn die wel af en toe een keer, een keer welkom. Maar ja, dat is eerder uitzondering dan regel. Ja, ja bij die ploeg rij je natuurlijk met je broer. Intussen wel, hè. ja. Hoe plezant is dat? Goh, dat is niet, dat is niet zo, zo gek eigenlijk, want ik zie hem niet zo super vak. Mm. Hij rijdt een heel, heel andere kalender dan, dan ikzelf. Goh, ja, het is vooral op training dat dat wel, dat dat wel tof is mm. dat hij erbij is, maar, maar in koers ja. dat is dat niet zo extreem zot. Ja. Je mag het eerlijk zijn, wie is de beste? Goh, we gaan de, de, de palmeresten, als mekaar leggen hè? Ja, Dirk had een head-to-head -head gemaakt op uh, Pro Cycling no, <laughs> De beste website dat er is. Ja. Ja, het resultaat was 78-11, zoiets. Yes. Dus dat is duidelijk, denk ik hè. Uh, Ja, er wordt ook altijd wel zo wat mee waargedaan over uh, zo broers in het peloton. Je hebt altijd een dat minder goed is dan een andere. Uh, bijvoorbeeld Waarschijnlijk zal er ook wel soms over je broer worden gezegd van ja, die rijdt bij AJR, omdat hem de broer is van de nolly. Uh, ja, hoe gaat hij daar zelf mee om? Of hoe... well, hij, heeft zo meer, uh, hij heeft eigenlijk de kop van een kampioen, denk ik. Mm -hmm. Dus ja, voor hem hij vindt superambitant. dat super ambitant, dat, uh, dat ben ik zeker. Maar hij is wel al volledig naast mij ook prof geworden. Ik bedoel, hij is maar be begonnen met fietsen op zijn 21 Hij had nog geen, geen koersfiets getoucheerd voor okay. zijn 21. <laughs> hij is dan, uh, uh, oké, okay, ja, wel, mijn telefoontje direct bij Sibyl begonnen. En uh, ja, direct, die vond direct wel redelijk wat, wat wedstrijden. Hij is dan bij wallonie Brussel gegaan. Toen was hij heel aanwezig in die Napoleon Games-wedstrijden. Uh, uh, cycling Hij ja, ja, uh, ja. trok er wel heel goed zijn, zijn plan. Hij is dan ook, uh, los van mij, uh, bij, um, bij Lotto binnengeraakt. Maar, ja, en dan natuurlijk dan is hij wel bij ons gekomen. En de vraag is dan, wat zijn dan zo die kleine, die kleine procentjes? Is het dan toch omdat hij pas op zijn 21 is beginnen koersen? Of is dat... Killermentaliteit of zo? Of... Goh. dat is moeilijk op te antwoorden. Ja. Iedereen is anders. Uh, ja. je, kunt, je kunt zoveel meten als dat je wilt in, in, uh, in inspanningstesten. Je um, kunt, kunt je eigenlijk psychologisch ook binnenste buiten laten keren. Maar, uh, Werken ze hard genoeg met hem, al zien, want hij heeft een goede sprint. Maar wordt dat genoeg uitgebuit, trainingsgewijs? Ja, hij traint er wel veel op. Maar er zijn, zijn heel veel renners die, die een goede sprint hebben. Mm -hmm. Maar dan op het einde van de koers, wat schiet er dan nog van over? Mm -hmm. Ik denk dat meer zo... een ja. nieuwe metric die nu naar boven komt, is zo durability. Zo de de, de herhaalde inspanning en zo. Mm -hmm. uh, wat dat je nog kunt na drie, vierduizend jullie verbruikt hebben. Dat is niet hetzelfde als uh, even naar, naar de schelder rijden en 10 en en spuntjes ja. gaan doen en naar rust gaan. Dat is, dat is ja. helemaal anders. Maar het is wel een ding, hè. Zo koersende broers zijn er heel veel. drik je hebt er... Uh... Tien, uh, tien koppels uh, opgeleist in het... Er zijn er heel veel. Er zijn er een aantal die wel. Uh, je hebt er een aantal die ook even goed waren. Je mm -hmm. Heel lang geleden de Sleks bijvoorbeeld. Je ja, ja. uh, had de broeders Paddy heel lang uh, ja. geleden, niet verleden. De broertjes Yeats zijn onvergelijkbaar. Ja, ja dat zijn ja, twee ja. dezelfde. Ja. Maar je hebt ook, je hebt <laughs> ook bijvoorbeeld Jurai en Peter Sagan. He, dat is ja, ja, wel een ja. verschil. Tussen. Ja, natuurlijk, ja, Peter Sagan daar noemde ook een van, van de grootste aller tijden op. He, die, ja. als je, en Prudentio, broer van. Indurain. Miguel Indurain. Op een moment won Miguel de Ronde van Frankrijk. was zijn broer Rode Lantaarn. Dat was de laatste. Mooi, mooi, mooi. Ja, en de plankaartsen ook zijn familie. Maar daar was zo. Ik heb Eddie onlangs nog gezien. Die zei wel. Ik ben heel lang uitgelachen geweest door mijn broers. Want de ene had een groene trui gewonnen, de ander had de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ga er je dat ook mijn broers af en toe ze toch wel een keer doorsteken? Nee. Maar de plankers zijn ook echt uitzonderlijke figuren. Ik heb uh, <laughs> mijn eerste jaar bij de profs was zonder Walters. Ja. het meest geleefd en het meest gelachen van, van alle, alle jaren die erop volgden. Dat zijn natuurlijk, ja, we noemt het ook wel straffe op. Mm. <laughs> Ja, we zijn al even aan het rijden natuurlijk, of aan het, uh, aan het koersen. Uh, ja, Ollie, jij van eind januari, als ik, uh, ik me niet ja. vergis. Beetje uh, voorbereidingswedstrijden gedaan. Uh, hmm. Marseillaise, Bessage, Oman. Wat ja. Was de plezantste ja, ja, ja. koers om te rijden? Als voorbereiding of algemeen? Tot nu, laten we zeggen. Ik vind het plezantst zo omloop. Uh, ja. Parijs-Nice is zo een beetje de laatste test voor, voor het echte voorjaar, voor, voor de blok die nu begonnen is, tot en met, uh, tot en met Roubaix. Mm. Dat vind ik heel plezant. En alles wat dan zo Marseille, Bessage, Oman dat is, dat is toch met, met een, een rem dat ik dan rijd, want oeh, ik wil echt niet vallen, oe, ik wil echt niet vallen. Ik mag hier absoluut niet ziek worden. Dus dat is toch een beetje... Een, een gestresste omgeving, om, uh, oh, een gestresste zoektocht naar, naar goede benen. Dus, ja, ja Jappen zei al, dat je net al iets over Jan Bakelands Die zei. Uh, ik ben van, van, van Bakje hè? Ja, zoals, ja, zoals, ja, zoals, ja zoals, zoals veel mensen. Je hebt hem, je hebt hem duidelijk bakkie, gevolgd. volg veel haters, ja. maar ik ben ja, zeker geen heter. Dus, hij, zei, hij zei ook dat je in ja. Parijs niets. Uh, Echt in vorm als, als Ja, hij ja, zei gewoon, ja, ik heb eigenlijk uh, de beste olie in jaren gezien. Ja. Hè? En uh, ja, uh, dat loopt voor, beloof, uh, voor wat er komt. In die laatste rit van Parijs-Nice. Maar vier jaar geleden had jij ook uh, die laatste rit, waar jij daar ook tweede. Maar ik weet wel niet meer zo goed hoe dat die Dat toen... was een beetje oh. anders direct. Ja. De, nu, was de, nu gingen we over de, de steile kant van Kolduizen, waar we toen over de, de Valsplat kant gingen. <laughs> en dan kon ik iets over, over mekken natuurlijk. En uh, ook toen werd een in Echapé Heel laat gegrepen, dus mijn neusje werd zeer laat gegrepen, waardoor ik uh, iets ja, maar, maar één berstje in mijn over moest met de, met de toppers. waardoor dit jaar Pogi duidelijk die rit wou winnen en, en heel zijn ploeg op jacht gestuurd is van in de start. Maar ik heb achteraf die twee te vergelijken, van 2019 en is een mooie van dit top jaar. 10, hè? Die van vier jaar geleden. Ja, dat ja, is een prachtige ja. top 10. Dus van mijn betere top 10. Uh, <laughs> ik denk dat dat misschien wel mijn beste dag eigenlijk uh, ooit was in koers. Maar die nummers die waren op de wat gelijk, 2019. En, uh, ja. en dit jaar dat was echt dat is heel grappig ja, okay. om te bekijken. Je gemiddeld over die vier uur. Of? Gemiddeld en dan uh, gemiddeld zonder nullen, dat is een andere waarde dat we vaak Die waren ja. op de wat gelijk. Ja. Straffen? Ja. Want ja, daarna, in 2019, bijvoorbeeld, hadden we wel eigenlijk wel een goed voorjaar. Dus ja, ja, ja. Daarmee, daar trekt u wel aan op. Oké, okay. dus zeker ging met, Dus met de grote moraal naar San Remo. Ja, <laughs> <laughs> um, ja dan uh, moeten we het misschien over San Remo hebben. Hè? Want ja, je gaat daar eigenlijk met grote vorm naartoe. Ik denk dat je uh, er klaar voor was. Uh, 294 kilometer. Lange. Ho -ho. lange. Ja. <laughs> Hoe wist het voor jou om daar te rijden? Oh, we maken er altijd grapjes over voor de start, want die, die, dat is zo'n zo lange aanloop. Uh, we zeggen dan dok Prozak ofzo, voor de eerste vier, vijf uur door te komen. <laughs> maar uh, ja, dat is super lang en je moet gewoon de hele tijd geconcentreerd zijn. Er wordt gigantisch veel gevallen, wil ik zeggen. Mm -hmm. En het begint maar op, op een chipresta dus. Ja. ja, ik hoorde wel ook eh, Emery ik vond dat iets heel interessant, die zei van die mentale belasting van Saremo is, is, is hoger of niet onderschatten als bij andere koersen. Zeker nu ook met die heel snelle finale. Je hebt nog een peloton dat fris zit en ja... Semi-fris, ja. Ah, voilà, voilà. Ja. ja, het klopt, het is echt het is uitdagend, maar het is, het is belangrijk om, om in de eerste 200, 50 kilometer van Saremo, uh, een beetje uw maat in het peloton op te zoeken. Uh, hoe, is het, hoe is het met de vrouw? Hoe is het met uw klein? Dus een beetje echt uh, te praten over, over alles behalve de koers. Om, om uw gedachten te verzetten, om niet door te hebben dat je aan het rijden bent. Op 200 kilometer van de meet staat er ook zo'n plakkaatje langs de weg: 200 to go. Maken dat je dat plakkaat niet gezien hebt. Uh, het, is inderdaad, het is inderdaad geen, geen simpele wedstrijd. En, ja. Het is natuurlijk wel eerlijk, hè. de finale is, is zodanig ja, zwart. Ja. Je hebt zodanig veel al verbruikt uh, als je aan de finale toekomt. Dus, uh, ja, want het algemeen wint toch wel altijd een van de beste. Want daar wordt het wel echt een super nerveuze koers. Hè. Iedereen ja. zit daar plots samen een uur voor het einde van de wedstrijd. En dan proberen we nog op te schuiven, dat, is, dat lijkt mij bijna niet mogelijk om daar nog vanaf voor te komen. Dat is super moeilijk. Hè. Je hebt uh, de grote blokken die, die een trein maken naar een Cipressa. Ja. Uh, wij maken dan vooraf een tactiek van, uh, van, van met koppeltjes te rijden. Uh. Ik reed met mijn broer, die moest mij dan aan de Cipressa zo goed mogelijk afzetten. Maar dan spreken we eigenlijk over uh, top 50 aan de voet. Als je, als je niet de ploeg hebt die echt de wind kan, uh, kan pakken en, en de koord kan houden, dan moet het zo doen. Dus, uh, dat ze elk, elk gat in het peloton induiken met twee. Ja. En dan had er nog uh, Stan die met Benoit rondreed. Mm -hmm. Stan Door die met Benoit Crosnefroid rondreed. Zo, dat was dan onze tactiek om, om goed geplaatst aan de Cipressa te geraken. En, en daarna is het eigenlijk: trekt je plan een beetje voor, voor de podio. Wat dat op zich wel meevalt. Uh, Cipressa heb ik zelf nooit super lastig gevonden. Ook dit jaar wat, wat viel dat da super goed mee. En, uh, ja, dat is ja. het. is eigenlijk een scenario geworden zoals je ja, elk, elk jaar ja. kan, kan ja. voorstellen. Dat, dat, gaat, dat gaat altijd zo zijn, denk ik. Dus wachten tot de Cipressa. En op de Poggio breekt het eigenlijk allemaal open. Ja. Uh, dan rijden er vier weg. Gana, Van Aert, Van der Poel en. De grote motoren. Ja, ja. en Pogacar. Uh, en dan, ja. Kan je, die ziet hij dan wegrijden en wa, wat denk je dan op dat moment? Je zat wel vrij ik ver. Zat, toe, ik zat iets te ver aan de hoek ja, van de pojo. Ja. Ja. Um, dus ik, ik wist van... Allee, ik, ik ken de pojo echt wel, wel goed, ondanks dat ik die koers maar vier keer gereden heb. Uh, ik wist, nu moet ik even gaan, maar dan, na de, na de Haarspeldbochten heb ze zo'n stuk waar het altijd een beetje stilvalt. En dat was, ja. dat was daar waar de Tim met Pogi vol doortrokken. Ja. En dan was ik goed aan het opschuiven en op een top zat ik eigenlijk. Ja, in de top 15 van de wedstrijd, maar natuurlijk de, de top 4 was weg. Maar ja, moest me ook geen illusies maken. Uh, dat, zat er, dat zat er wel niet in. Nee, nee. nee want ja, van boven vertrekt Mathieu en die is, die is gewoon weg. Hè? Dat is echt ja. wel ay, dat is wel buitenaard. Ik heb nog niet vaak dat gezien crazy, dat, iemand, dat iemand zo vertrekt op de podium. Maar zone. je moet ook wel oh, zeggen, uh, Mathieu zat echt wel goed geplaatst. Wat is dat eigenlijk zo rond mij aan de voet? Hmm. Dat is toch wel te ver om mijn om frisheid aan van mijn stuk te komen waar, uh, waar ik over sprak, waar Poogi aanging. Er waren ook niet veel meer uh, jumbles, denk ik, rondom hem. Geen, maar natuurlijk, nee. dat is niet nodig, want hij heeft Hansikoers hij heeft al, al uh, goed beschermd gezeten. die mm. heeft eigenlijk nog geen, geen zuchtje wind getoucheerd voor, uh, voor de podio. Dus mm. dat, is toch, dat is toch wel niet slecht. Maar uh, als je te ver zit op de podio, dan kom je zo in die, in die haarspelden. Dan hebben je altijd zo serieuze pieken. En elke piek is eigenlijk een streep op de carrosserie. En dan moeten zoveel mogelijk vermijden. Uh, op, op zo'n belangrijke helling. Want, want het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Het zijn kleine gaten op de top. Dus wat dat Wout had, die moest alles toekloppen voor een haarspeldbocht. Ah ja. vol een volle mak optrekken na een waar dat, Als je in top 5, top 10 zit, ik heb het ook nog, nog meegemaakt, dan is dat een veel gladdere inspanning en ja. is dat veel gemakkelijker eigenlijk. Dus, ja. dus Wout die was eigenlijk al misschien wel verloren aan, aan de voet. Ja, ja en um, wat er ook gebeurd is. En jij hebt dat nog gestuurd uh, in die groep, Dirk. Je hebt, hebt schrik gekregen van de finale opnieuw te kijken. Ja, nee, wat dat mij opviel was dat Mathieu tactisch is beginnen koersen. Ja, goed. Hè? Want op de cipressa ja. zat hem eigenlijk ja. ook al op, top, op, 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 op de top, top. van als het eerste door. Ja. Van straf. Ja. Ah, wel dan dacht ik. Nu gaat hem doortrekken. Nee, zeker, ah, nee, niet, zeker niet. De oude dat Mathieu Dap, zou dat misschien gedaan hebben. Dat is wel een gigantische fout geweest Maar ja dat was het een tell voor mij. Ik had hem wel een beetje gezien op die kapies. En dat was gewoon de schouderwiegende Mathieu. Mm. En Mathieu Presse op de top, ik zat ook zo, denk, ik zat in het wiel van Wout, zo'n zevende, achtste denk ik. En ik zag Mathieu op kop en ik dacht, oef Het feit dat hij nu op kop gaat rijden, dat is een mate die goed is. dat hij hem toch niet kan laten. Om gewoon die afdaling op kop te doen, dat kost geen krachten. Ja. Maar, maar je zit er dan wel. Ja. Dus ja, ik dacht, en dat is, dat is een, een tel. En hij liet zich daar eigenlijk in de tweede bocht sturen, eigenlijk al uit. en liet hem die mannen van UAE nee, al ja, terug ja, overnemen. En dan dacht ik van. En hij heeft zo nog een aantal momenten ook in, in, op de subwoorden zelf. Ja. En, en ja. wat hij vroeger zou gedacht hebben: van oké, okay, hij kan zich niet bedwingen mm -hmm. en hij, hij gaat hier misschien nog op een counter lopen. Ja, hij heeft nu eigenlijk alles perfect gedaan en dat is ja, ja, dat was... angstigend voor het ja, voor. Is zat ook, ook te kijken in, uh, in de koers al. En Normaal gezien, als Mathieu naar de kop gaat of op kop zit, dan, dan denk hij: Oh, kruistekentje maken en uh, brace for impact of zo. Maar, uh, <laughs> maar nu ging hij dan zo <laughs> verstandig van kop en, en dan de vierde inpikken. en oh, Echt altijd: Hij heeft het moment, de juiste plaats, de om eigenlijk de, heeft de, de perfecte koers gereden. Ja. En hij laat zich ook terugbrengen dan naar dat groepje van voor door Wout. Ja. En dan springt hij ineens en laat zich eigenlijk. Ja, lanceren door Wout van Aert en dan is hij perfect Kunnen ze eigenlijk bij UAE nog iets meer doen? Ik was nee. misschien, nee. misschien aan het denken, die push van Willis, stil dat hij dat niet doet, maar dat hij zelf gewoon meespringt en probeert mee te zijn met de, de vier. Om wat te doen? Ja, uh, op de vlakken als ze beneden zijn, want ja, Willis rijdt ook wel goed naar beneden. Ja, ja maar ze rijden allemaal wow. goed naar beneden. Ik en, weet het, ja. En uh, je rijdt, als vol mee ik bedoel, ik rijd daar met een fiets, een, een, een fiets van Shimano, zadelhoogte... 10 centimeter lager als, als mijn eigen zadel. Ik denk dat ik ook nog 50 per uur is onder de trappen. Dus hm. nee, op de vlakken kunnen niet meer weg. Toch, ja. niet met, toch niet met die mannen die kijken niet naar elkaar. Hè. Nee. Dat zijn zodanige kampioenen. Iemand demarreert. Maar ik die, rijden, halen. die rijden wel vol, maar dat is toch nog altijd anders volrijden dan dat Mathieu volrijden. Goh, ja. Goh, denk het niet. Niet, niet meer zo renners. Ja. Ja. Maar je zegt, je zegt juist, ik zat op een fiets van Shimano, ja. Ja. De, de, de fameuze kettingbreuk die je daar straks aanhaalde, ja, wat is er gebeurd? Want je zat van, van voor, heeft... Allee, je zat bij de top 15 plaats, laten ja. we zeggen, en je eindigt 80. Ja, ja. 70 of rond rond ja, 85. Uh, in de afdaling, uh, ik zeg ik ga direct, in het eerste stuk van de afdaling kunnen nog een, wat, wat renders in al. Dus ik dacht ik ga je rap twee binnenbochten doen, wat eigenlijk een beetje not done is, maar kom, in, in de klassiekers mag alles. Dus ik was goed opgeschoven terug in die afdaling. En ik, was aan, ik had wel al door eerlijk gezegd dat een top 4 weg was. Die drie dat erachter rekenen, konden we misschien nog gaan halen. Dus ik was aan, t, aan, aan het denken: van, oké, okay, top 10 zou, zou goed zijn. Dan trek ik volop achter een bocht en ik hoor zo'n knakske. Dus zet me neer. Volgende bocht trek ik weer volop en trap weer uh, in het eiland. En mijn ketting lag daar een paar honderd meter achter mij. Dus ik moest uh, gewoon uh, rollen tot beneden, zonder trappen. dat echt uh, En dan wachten op de... peloton? Oh nee, wachten op... nee, de, de, de nee, auto's mogen niet over de, de Poggio. Dus ja, uh, ja. de auto's snijden af. Dus dat was dan de neutrale wagen die mij een fiets gegeven heeft. Ja, een, een ketting dat knakt, dat heb je toch zelf ook nog niet veel voor gehad. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ah, wel daarmee, ja, dat gebeurt eigenlijk bijna dus, nooit. Oh, dus je ongeveer. bent de gekomen, en je bent beginnen smijten naar de mechaniekers. Uh. <laughs> Allee, dat heb er ook niet gedaan. Een dag ervoor, een nieuwe ketting, die was helemaal geprepareerd om, om top te mm -hmm. Alleen, Ik ben er ook naar gaan kijken naar die fiets, dat zag er allemaal perfect uit. Dus je bent ja, wel direct op. naar je mechaniker gegaan daarna? Heb je daar het meme over gehad? Nee, hoe... ja, die kwam direct excuseren, maar de... ja, ik dat niet, zijn ja. zo dingen. die kan er ook niets aan doen. natuurlijk nee, is... niet. Nee. Dat is, dat is uh, topmateriaal ja. op de juiste manier gemonteerd, dat is gewoon ja. pech. Maar ja, dat... te veel wat. Spijtig genoeg niet. <laughs> het, lag... <laughs> het lag misschien aan de gigantische hoge snelheid, dat uw ketting het niet meer aan kon, want het is uh, de tweede snelste Milan San Remo ooit. Na... Dat was niet merkbaar in koers eerlijk gezegd. Nee? Nee, ik goed mee. Was dat door de rugwind? Langs de kust door de rugwind en uh, in de 160 we, was er eigenlijk geen wind of amper wind. Ja. Jumbo is wel direct beginnen rijden met uh, uh, Trek en UAE. Na, achter die een Eshape. Dus die hebben die ook geen 10 minuten gegeven of niet. Dat was direct 2,5 minuten, 3 minuten en, en niet meer. Dus ja, dat heeft altijd constant een druk uitgeoefend op die, op die vlucht. Ja. En die vlucht die heeft daarop gereageerd door, door door te rijden, niet door zo het spelletje te spelen. Wat dat dan weer een lichte druk op uitgevoerd op peloton. Misschien ermee, maar in, in de wielen was dat super chill. Mm. Ja, want op je straat <laughs> zie je van bijna allemaal persoonlijke records op elk segmentje ja, ja, ja. Maar ik heb de koers ook niet superveel gereden, dus... Mm. Ja. Superchille koers dus, van 300 kilometer... Tot het maar... laatste uur. Ja. <laughs> ja, laatste uur. En, uh, en tot de gebakken ketting natuurlijk. Ja, dat was helemaal een beetje. Ja. Maar ja, het ligt jou, hè. In want die aan was er in 2019 al een keer tweede. Ja, ja. fantastisch. Dat was onverhoopt, dat was... Uh, ja. Ja. Dat was een van mijn beste resultaten ooit en ik was daar super content mee. Oh, altijd. Was dat ook de beste koers of was het gewoon hij is zo gelopen? Oh, is, ja, het is zo simpel, die koers. Die loopt altijd hetzelfde eigenlijk. Ja. Maak toch op een Cipressa niet te ver zitten dat je niet tussen die gelosten moet beginnen laveren. Maar dan spreek ik over top 50. We kunnen bergop altijd uh, opschuiven. En ik heb op een chip top altijd al top 10 tot top 15 gezeten. Uh -huh. Gewoon met die, dat is, dat is maar 4%, dat is, dat is twee keer niets. Dat is gewoon, er wordt alleen maar gelost omdat de, de renners kapot zijn door, door jouw ja, was al verbruikt hebben ervoor. Het uh, is ja. dus niet door die inspanning zelf. De inspanning zelf is niet zo, niet zo gek. En de Poggio is dat blok, maar dat is altijd dat blok. Dus. Ja. Dat is zodanig simpel. Ja. ja, 2019 word je tweede in Milan-San Remo. Je hebt nog een keer, uh, was je heel dichtbij een, uh, een monument. Uh, de oh, van ja? Vlaanderen van 2017. Ah oh, ja, ja. <laughs> maar daar is, uh, daar, is, daar is een jasje tussen gekomen: De Jasjesgate. Ja. ja. Ja, is dat, is, is dat uh, nog altijd een ontgoocheling of... absoluut dat, dat was de grootste ontgoocheling uh, in mijn sportieve carrière sowieso en nog altijd want ik wist ook wel direct na de finish dat ik zo uh, aangepakt van oh manneke je kunt hierom lekker dat toen reden je die nog, nog vijf keer winnen maar ik wist direct, ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, ik moet het misschien nog, nog eens uitleggen, hè, want Gilbert uh, is weg. Ja, al uh, superlang, al ja, 60 Ze gingen sowieso terugkomen. Ja, hij is al een tijdrit bezig die hij niet kan volhouden, eigenlijk, in principe. Want jullie waren ja. erachter, jij... De winnaar heeft altijd zijn ja. dus dat was... Het is nog niet gezegd dat we hem gingen terugpakken, ja. maar de kans was wel. Maar dat was de de kans hij, kans. Sagan en, en Greg. En en Sagan en Greg waren, waren toen echt de nummer 1 en 2 van de wereld. Ja. Op, op, alle, op alle vlakken, eigenlijk. En jij. En ik kom mee. Godverdomme. Ollie. Ja, ja. Nee, ja het was... En het was ook op dat moment, ik weet nog dat je aan het kijken was en dat je echt dacht van, wat is er hier in godsnaam gebeurd, welke, welke loemperik. Ja, wat een drama. Ja. De, de jas van Bas. Ja, de jas van Bas. Ja, ja. ja. Just. Ja, dat was dramatisch. Ja. zijn zo van die momenten, je ja, weet, dat komt kom wellicht niet meer terug hè, dus ja, toen Sagan en Greg, dat was de top van de piramide, maar die waren wel volgbaar, worden dan nu, ja. Op top van de piramide, mm. laat ons zijn dat dat zo Wat, Poggy en, uh, en uh, Mathieu zijn. Ga ga ik nu denk maar, dat dat toch een beetje rapper gaat. Gaat dan nu met een andere mindset naar, naar de ronde van Vlaanderen? Al zien, uh, misschien meer anticiperen? Of toch anticiperen ook proberen. Is, is niet altijd gemakkelijk in de ronde. Je hebt maar een paar punten dat je echt kunt anticiperen. Mm -hmm. Dat is een woord dat in, in, in elke briefing heel makkelijk gebruikt wordt. Maar uh, als je naar de ronde kijkt, dan heb je enkel achter de eerste Patersberg, voor de Koppenberg, dat stuk dat stilvalt. Mm -hmm. Daar kun je realistisch anticiperen. Dan hebben we na de Koppenberg een stuk een Taienberg. Daar kun je optimistisch anticiperen, <laughs> want dat zit er meestal niet in. <laughs> nee, ja. Maar voorts, dus je kunt nergens anticiperen in, in de ronde. Er wordt altijd, uh, altijd volgereden in, in de finale. En um, Proton maakt zoveel snelheid dat je alleen weinig, ja. weinig kans maakt op mijn groepje. Ik kan misschien even teruggaan naar uh, Milan Sanremo. Heel Goed. kort. Zeker. Uh, want er was uh, uh, een, uh, vooral. Een hele goede foto vond ik na de aankomst. Ah, de zetel. De, de was, zetel. zetel. Ja, het was, denk ik, drie van de grootste gasten in het peloton die samen in een twee-zit gestoken worden in joy, Italië. Ja, het was zo'n casting couch. Ja. Ja. <laughs> Whatever that is. De, de casting couch. <laughs> ja, da. Dat is een niche op het internet. Nog, van, ja. nog nooit van God. Ja, Je moet dat niet googlen. Nee, ja. nee ik vind dat ze dat eigenlijk meer moeten doen. Uh, ja, dat was zo'n awkward moment en. Um, ja, ik weet niet, die durfden precies ook niet met elkaar te praten. En op een gegeven moment, toen uh, Wout werd opgeroepen om te om, om beginnen te praten, dan begonnen ze dus ineens met twee over Ferraris of over die casting couch. <laughs> ja, ja, ja. Maar, maar ik weet niet, ja. het, was ook, het lag gewoon ook aan de zetel, want bij de Ronde van Vlaanderen hebben we het ook al een aantal ja? jaren gedaan, dat daar na de finish een zetel staat. Maar dat is een deftige zetel. Ja, ja, ja. Zo maar, oh, nee, dat was precies dat er zo van... Ja, het budget is op, mannen. Heeft er iemand thuis nog ergens een zetel staan? breng je mee en we zetten er ons in. Zalig hè. Ja. ja. Je, zalig. Ziet, je ziet wel echt, het wel rivaliteit uit, vind ik ja, dat beeld. Ja. Ja, ja, ja. Oh, zelfs Mathieu die de winnaar is, die is daar, die is daar niet uitzinnig van, van vreugde of zo. die zit daar gewoon... Ja. Godverdomme. Te ja. mogen, makkelijk. Ja, ja, ja. Zalig, ja. ja, 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 zalig ja, ja. Ja, ja. Want ja, dat staat natuurlijk ook wel een beetje ja, gênant dan stil, dat je daar echt zo aan het vieren bent. Dat doe je ook niet hè, uit respect. Nee, ja, dat klopt. Zelf, hoor. Dat gebeurt eigenlijk zelden. Toch zo Echt? na de finish, als je ergens het podium rijdt en na de finish zitten met de winnaar, die staan altijd direct terug met de voetjes op de grond, die mm. mannen, eigenlijk. Dat zou bij mij anders zijn. <laughs> Had jij in de zetel gepast? Uh, oh, ja, denk het wel. Ja. Net iets beter, denk ik. Maar ik denk dat ik wel format Mathieu ben, ja. of wat misschien. Iets gelichter. Maar wel, enorm opvalt, we hebben het er al even over gehad, maar ja, je hebt niet, niet zot veel overwinningen. Uh, Super weinig eigenlijk. Hè. Acht profoverwinningen, uh, las ik. Als Wallace de tellen, Ik ja. moet hem hier niet, <laughs> <wa> <laughs> niet onder de bus meten. <laughs> nee, nee, maar helemaal niet. Helemaal niet. want Ik wil nee, eigenlijk, eigenlijk net <laughs> zeggen, ja, je bent wel super regelmatig. Hè? De, dat hebben we net ook gezegd. Veel podiumplaatsen, veel top 10 plaatsen. Um, maar had je al meer willen winnen? Ja. Sowieso, maar het is, een, het is een antwoord in twee delen. Ik bedoel, als, je, als ik terugga naar 16-jarig Ollietje, die had nooit niet geloofd. Dat ik hier in een zetel ging zitten met jullie en, ja. en wat er allemaal al gebeurd is ervoor. Maar anderzijds. Ja, dat begrijpen we, dat begrijpen <laughs> we. Ik vind, uh, <laughs> ik vind het soms ook zot dat ik in, in, in de Ronde van Vlaanderen meedoe voor top 5, top 10. En dat ik dan naar uh, de Ronde van Frankrijk ga en dat zo mikken op ritmes, dat dat zo moeilijk is. Ja, of als ja. zo naar, naar zelf kleinere wedstrijden. <coughs> Dat is ik weet niet, dat ligt me gelijk gewoon niet. Het is enkel één dag's koersen, dat kan. En al de alle rest is, is in dienst. Maar je hebt dit eigenlijk ook nog, nog niet superveel geprobeerd of kunnen proberen? Super zelden, ja. ja. dus tijdens Destijds met Bardetta, daar spraken we over nul keer per, ja. per, per, per toereditie. Ja. En, en nu met Ben is dat dan zo, ja, Oli. In, in de ritten die we liggen, moeten moet we hem gidsen. Uh -huh. En dan de ritten die totaal niet liggen, carte blanche. Ja. Doe, doe maar een keer. Start aan de voet van de Gallibee, bedankt. Go for it, Ollie. Kom ja. aan. Ga maar een ja. keer het gat in. Ja, Want eigenlijk, is ja, je hebt misschien wel een zware wedstrijd nodig. En dan denk ik dat je hebt op het einde nog wel, nog wel een stapje. Ik heb nog een, een, een savannah een ja, ja, Zo zijn hoor, er veel. Zo zijn er zoveel, ja. inderdaad. Ja. Ja. Uh, als je kijkt naar, naar mijn rechtstreekse concurrenten, die zijn allemaal rap. Mm. Ja. Ja, dus, dat, is, dat is echt niet gemakkelijk om, uh, ja. om een deftige koers te winnen. Ja, soms lukt het een keer, heel zelden. Er zit er zo een in jouw eigen ploeg. Ali, Die na een lange cursus nog een eindschot heeft. Er zitten er zo een paar, Ja, ik bedoel graag een ja, eigenlijk. Hoe is het om met Greg in een ploeg te zitten? Ja, leuk, Dat blijft toch voor mij een van mijn voorbeelden. En ja. Want jullie zijn ook vrienden. Ja, zeker. We zijn vaste trainingsmaten. Ook gewoon vrienden in Twee jaar geleden naar jullie gekomen. Misschien niet helemaal wat er op voorhand van verwacht werd. Ja, maar ik vond het er van in het begin wel onrealistisch, mm. de, de verwachtingen. Wat wow, waren zo... de verwachtingen toen? Uh, ja, bij ons in de ploeg was dat, was dat zo ja, nu gaan, we, nu gaan we een keer wat zien in, in de klassiekers. Mm. Terwijl, ja, dat toch zo, ja. Ik zie niet echt, echt goed in wat er, wat er gaat veranderen. Collectieve sterkte is belangrijk, maar het is niet... Het was altijd zo, we hadden een beetje quickstep kopiëren van met, met meerdere van voorzitten en dan, en dan die, die collectieve kracht. De Wolfpack. Ja, of hoe is dat spelen? Le, 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 le le, le de Jullie entente werd misschien in de ploeg, werd dan wel meer, alleen te veel gehyped vanuit Vlaamse media misschien. Ja, maar gewoon overal. Dat was, dat was gewoon moeilijk. Als je kijkt naar hoe dat quickstep het doet, die hebben altijd iemand in de, de pre-finale die vooruitgestuurd wordt. En dan, als de finale losbarst, hebben die nog een aantal renners sterk genoeg om mee te zijn. En die rijden dan niet. Maar Greg en ik we zijn dan meestal mee met die renners die in de finale wegrijden, allee, als, als we een goede dag hebben. Maar dan is er al iemand weg en moeten eerst dat gat rijden. En dan past de collectief allee, aanwezig, maar dan schiet er niet veel meer over. Zoals ja. in de E3 met Ascheren. Bijvoorbeeld, ja. ja, ja dat ja. was ook zo'n moment. Ja. En dan werden we keihard aangepakt ja. achteraf. Ja, daar heb je veel kritiek over gehad. Keihard, of? keihard we ja. aangepakt, terwijl <laughs> dat, dat eigenlijk gewoon een supergoed eigenlijk. Nee, dat was de ridicule, want ja. het is ook niet... Allee, na de finish had ik zo het gevoel... Dat iedereen dacht: oh, we hebben ze ding niet laten winnen. Die Asgreen, wie is dat zelfs? Maar het is niet dat er iemand mij een week later gestuurd heeft van: ja, sorry, we waren misschien een beetje hard. Want hij ja, ja. heeft die net met jou op zijn, op zijn nappel gegeven in de sprint van dat gevoel van ook de al ronde. Ze. Allee, ja, Allee, natuurlijk. Maar... we daar met twee zaten. En... Ja, ja denk, denk, maar we hebben, hebben. Je hebt ook al koers, koers slim genoeg om ja, bij... Maar natuurlijk, Asgreen is weggereden op, ik denk, 60 van de meet of zo. Ja. Maar ik ben weggereden op 55 van de meet. Dus het is niet dat ik daar uh, in die finale toe kwam. Uh, Zevenvoudig wereldkampioen zijnde, uh, uh. we hadden in de krefjes. was gewoon nagenoeg onkloppbaar. Ik bedoel, Mathieu en Wat? Uh, nee, wacht, Wat was gelost zelfs, denk ik, die dag. Ja, wie zat er nog weer bij? Mathieu zat erbij, Seneschal, Charles, Ja, drie quicksteps, waarvan hmm. twee die, die al heel de dag in ons wiel zaten. Ja. Wat aan hun recht was. Ik weet zelf niet meer wat er nog bij zat. Olly, het kon niet beter. Het kon niet het beter. Niet. Het is niet. <laughs> erg. Nee, is We waren nee. met, met twee in top vijf, dat, was, ja, ja. dat is niet sexy als het niet voor de overwinning is. Ja, maar, je was er, maar dat ja, was gewoon goed. Die waren er wel. Dat was gewoon ja. goed, ja. Ik denk dat het in die periode ook gewoon was. Je had zo... Bonen was gestopt, kangelaren ja. was gestopt. En je had zo het gevoel ja. van... wie nu is het aan ons. Ja, ja. Wie gaat het hier doen? En je zagan Sagan, was daar al. En dan had je ja, en Greg en Oli. Ja, ja, ja. En ineens komt daar dan zo een nieuwe lichting bij. Ja, ja, ja. Die en die pakken we meteen over. Ja. 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 En ja, dat was zo. Onze generatie is eigenlijk volledig... Ja. Over overpoefd eigenlijk. Mm -hmm. En dat is, ja. dat is gewoon zo. Ja. Bon. We onthouden, of ik onthouden vooral, zeer regelmatig. En er komt nog een heel schoon klassiek voorjaar aan natuurlijk. Um, moeten we het misschien even over hebben? Want ja, als de benen nu toch goed zijn, hè, je, hebt, je hebt het gevoeld. Jan Bakelands heeft het ook gezien. Bakje. Ja. Um, de ronde van Catalonië, daar doe je niet aan mee. Want, nee, wat is bezig? Ja, hmm. Maar je bent hier. Misschien moeten we het daar heel even over hebben. Uh, gisteren het duel remco primo Soglitch ja Dat gaan we ook zien in de Giro. Dan zien we nu in de ronde van Catalonië. Ik ontrouw vooral, Roglic wint. Remco was echt ongelooflijk in de sport. Komt van super ver. Mm -hmm. Ja, ongezien hè. Maar ik vind, ik vind het gekke zo nu met, met Roglic. Die verliest geen koers. Maar dat is echt zo uh, bureaujob geworden, precies. <laughs> Die komt over de finish. Ah ja, ja. Direct aftikken. Ja. Aftikken op de kilometrie. Ja, geen ja, geen handje ja, in ja. de lucht. Ja, echt niet. Interview. Dry as fuck. Mm -hmm. Ja, uh, we zijn strong, hè. Ja, thanks to the team, hoor. Ja, ik vind, nee, dat, ik vind dat ook zo naar andere coureurs. Zo, ook, uh, weinig Allee. Nee, 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 dat is een topkerel. Nee, nee, maar ik bedoel van naar de wielersport toe. Uh, ik herinner me ook nog zo'n moment, dat uh, toen Kittle Evans de wereldkampioen werd, dat hij ook gewoon zo vierde. En dat Frank van den Broeke daar eigenlijk een column over zei: van, ja, als je wereldkampioen wordt, dan moet je echt vieren. Ja, ja dat is ik een vind ook als die Max. Ja. als je wint En <laughs> Ik kijk altijd uit naar zo het, het zegengebar van iemand als ik van voilà, voilà. het kijk voilà. ja. Dat is de max gezien zo mm. die uitbarsting dat is zo. Allee, ja. doe eens iets. Ja. Zeker als je dan niet superveel wint. Gelijk, ja, 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 ja. Dan jij. ook dan. Allee, Allee, ja. is nu anders. Hè. Die, die ja. doet niet anders. Die verliest na genoeg geen koersen. Maar ik uh... ja. dacht al heel ja. Maar ja, Boom, oh, ja, ja. dat is wel een toffe gast. Ja, ja dat, is, dat is echt een crème. Ja. Absoluut. Wie is een toffe gast? Ja, ook. Ah ja, ja maar ik, 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 ik heb het er ook wel voor. Ja. Um, die heeft zoiets patroonschap. Dat ja, is ook voor, en ik weet mij, nog als mij die... ook lief. Ja, ik weet nog, als die in, um, in Parijs Nis daar. Welk jaar zou dat geweest zijn? Als hij dat de laatste dag... Hij was leider. Hij is daar meermaals ja. gevallen. Dat heel zijn broek kapot was. was. Ja, ja, ja. En hij is zijn leiderstrui daar verloren maar heel het peloton like, tegen hem reed en Schachman mm -hmm. wint met klassement. Ja. De laatste dag. Ja. En um, ik bleef toen in het zuiden van Frankrijk voor uh, San Remo te verkennen en te doen. En daags nadien stak ik te wachten in, uh, ergens in de buurt van, uh, van Stuyven in Monaco op, op hem. En Roglic komt eruit, uit, uit zijn gebouw gewandeld. En ik kom zo goed in dag zeggen, ik denk zo, zou hij weten dat ik Parijs niet gereden heb? Het zou mij verbazen, want ik heb hem daar niet gezien. Maar hij altijd zoveel verhaal in dat peloton reed en, ah, ja, ja. en zo goed was. Die komt er bij mij staan, zo een klapje doen en, uh, en ik zei: het is toch spijtig, gisteren. Oh, ik had die zo gegund en, en die zo, oh wow, ja, hè. geen probleem, dat is koers, dat is leven. Het leven blijft schoon, ik blijf lachen. Maar die lag van kop tot heen open hè? En ik <laughs> dacht zo, wauw gewoon een kerel. Ja, ah, een tof, toffe gast. En um, ja, het is een vooruitdruk naar de Giro natuurlijk, hè. Remco tegen Roglic. Is t... het. Een... Moet, moet, moet Remco schrik hebben, ik zal het zo zeggen. Ja, hij zal wel schrik hebben. Hè. En, um... Als, als Primos recht blijft. Ja, <laughs> die gaan daar echt mee als zotte ploeg ook naartoe. Ja. Um, en ook uh, de ploeg van Remco nu, ik denk dat zij ook nu in Catalonië, denk ik, allemaal met de mannen starten, dat ook de Giro gaan. rijden. Die dus zijn ook wel een ploeg aan het smeden. Maar puur qua numerieke uh, sterkte zie je ook wel, ik denk Jumbo Jumo, met Kilderman, Tratnik. Uh, ja. Swat, uh, Zwat, echt uh, zotte ploeg. Mm -hmm. En um, ja, dat wordt echt wel een duel. En daar er zeker nog niet klaar mee. Want ja, Roglic is ook wel goed tegen de klok. Want ze spreken allemaal van. Ja, even een Die 70, 70 kilometer. kilometer, dat is wel veel. Maar ja, hij ook, hè. Alleen is dus, Olympisch kampioen Ja, het is, het is dat. Ik kan, ik kan een beetje fietsen. Ik kan me een fiets rijden. He, toch? Ik He, kan er ja, ja, iets al. van. Ja, Zwat. We kijken er naar uit. Um, er zijn natuurlijk veel klassiekers uh, die nog aankomen. We hebben uh, Brugge de Pannen, ga ik snel door, want ik ga gewoon zeggen dat dat een sprintersfestival is. En Sepp van Merken is daar ook. Mm -hmm. um, die trouwens bijna overal is, Sepp. Hij rijdt alles. Ja, het is echt ongelooflijk. Uh, ook op de E3 uh, en uh, de E3 in gent denk ik. Je gaat yes. hier ook zijn. Jij gaat er ook zijn. Uh, het is koers op vrijdag en zondag. Dat is uh, voor ons natuurlijk super. Voor ons ook. Voor jou ja. ook? Ja, zeker, zeker. Twee koersen snel aan elkaar is dan de... niet te veel. Die periode is kort en intens, hè. Uh. Mm -hmm. Klassiek voorjaar. Ja. We spreken over drie weken en een half en uh, het is gedaan. Zit die vrijdag soms nog zondag in de benen? Voel je dat? Ja, dat voelde wel, ja. ja toch, hè? dat kan ook niet anders. Ja. Zeker, maar dat is voor... Pff, mm. bet het betere deel van, van het zondagse peloton is dat gewoon allemaal zo, dus dat zijn wel gelijke wapens, mm. vind ik. Mm. Ja. Welke rij ja. het liefst? E3-prijs. Die ligt mij echt goed, die koers. Oh. Ik weet niet, soms hadden u een deel dicht aan bij de ronde. Die is goed opgebouwd. Je hebt veel um, voorjaarskoersen waar dat je zo een helling hebt, dan een doodstuk, een helling, een doodstuk. En je moet altijd zo opnieuw dat gevecht voor, voor positie herhalen tegen zo de, de, de gasten die daarvoor gelost zijn. Dat is altijd moeilijk. En dat lukt ook niet altijd. Waar dat een 3 dat is zo een, uh, een aaneenschakeling van hellingen en dan een ruststuk. Dus dat, dan schiet het alleen maar over met zo de betere. En die koers, dat is gewoon veel eerlijker. Dat is veel meer man-to-man uh, -man dan, laten we zeggen, een door Vlaanderen of zo. Ja. En uh, Gentwevelgem, dat is ook, ook super moeilijk om op de juiste moment op de juiste plaats te zitten. Natuurlijk, dat is dan weer veel meer kilometers. Dan maakt het ook iets gemakkelijker ja. om, um, om goed plaats te zitten op de, de slotkemmelberg. Maar ja, in Gentwevelgem zijn ze niet echt meester van uw lot. Klassiek renner zijn, je komt over de laatste kamel En dan kijkt een keer achter u. Hè. Wie zit er nog in het wiel? Tien man? Vijftig man? Het zal iets daartussen zijn. Uh, wie is er nog mee? Hè? Zijn de Jacobsens van deze wereld nog mee of, of niet? Ja. dan hebben die ja. nog een volledige ploeg. Dat is, zo, ja. Ja. dat is meer een wedstrijd om te ondergaan. En, uh, soms komt dan, een keer, komt dan een keer goed aan de finish en, en soms valt dat tegen waar een E3 toch wel. duidelijk is: Zij je goed, je het vooraan, zijn je slecht. Bij de, bij de E3 wordt er echt geschift. en daar is het echt. Ja. De mini-ronde de mini van Vlaanderen. Eh, met, Klopt, ja. Ik heb nog eens opgezocht: 17 hellingen, 5 k stroken. Uh, ik kreeg parcours, ik kreeg zo'n beetje een make-over twee jaar geleden. Mm -hmm. is dat, ben je daar content mee? Of? Het wordt nog maar uit. Er nee, is, ah. nee, is niet veel veranderd. Nee, is niet veel aan veranderd. Oké. Vorig jaar werd het ook Wout van Aert uh, op de Paterberg. Dat was met Laporte. En toen was dat een, koppel, ah, ja. een koppeltijdrit met twee. Zat Tijger er niet meer bij? Uh, ik denk dat ze met twee zijn aangekomen, toch? Hè? Klopt? Ja, ze al? zijn met, ja, twee met twee aangekomen. aangekomen. Ze zijn, zijn met twee aangekomen. Toen ja, tijen ja, tijen zijn ze met twee aangekomen. Ja, ja Um, De game. Gaat er, ja, ja. ja denk je dat dan? Ja, want ja, dus, ja, ja dat was ook zwaar dus. zo sterk. Hè. Jumbo was echt. Wie gaat er dit jaar mee lopen? Goh, op basis van topeningsweekend gaat dat iets vergelijkbaar zijn. Dat, is, dat was ook weer crazy. Dat was echt abnormaal wat, er daar, wat we daar allemaal gezien en meegemaakt hebben. Dus uh, ik hoop. Natuurlijk het is wel een feit, als je van een je berg komt, dan zij je op, je, op je best. Heel, de, heel dat verhaal van uh, we zijn nog niet op onze piek, we gaan nog beter. Daar geloof ik eigenlijk weinig tot niets van. Maar ja, slecht gaan ze niet zijn, hè, dat, is wel, dat is wel zeker. Als je ziet uh, wat de openingsweekendploeg doet zonder ruller Kopman, mijn mm, Ja. Yeah. Heavy. Wat gaan ze vrijdagochtend bij jullie in de bus zeggen? Altijd hetzelfde. <laughs> Maak dat goed, plaats zit op de lastige berstjes. En uh, good luck. Niet zoals zo hilarisch. Was het, of wie was het? Wie was de, de... Gaspar. Gaspar. Gaspar, Gaspar. Gaspar. Ja, Gaspar. Ja, ja. nee, man je ja. weet beter dan ik. hè Eerlijk gezegd, dat zou op hetzelfde komen voor <laughs> ja. mij in zo'n wedstrijd. Ja, gewoon rijden, <laughs> zien dat je goed bent. Maar ja, je weet natuurlijk wat die koers in elkaar zitten. Ik weet waar ik wel energie moet ja. verbranden en waar niet. Toch, dat kan, de ploegleider kan me daar niet echt super mee Het is de eerste keer dat ik onze vrouw nu ook uh, E3 rijdt in de ronde, heeft hij al veel tips gevraagd aan u. Ja, die, die, die volgt een beetje blindelings. Hè. Die weet niet het verschil tussen, uh, tussen de Quarmont en de bijvoorbeeld. Dus, uh... Maar die is het wel al mee gaan verkennen. Weet weet die die heeft hij dat ah, nog, nee. nog nooit gefietst? Die, die gaat gewoon pols, gaan. Gewoon uit de losse pols. Die heeft dat nou, nog nooit gefietst. Ja, maar dat vind uh... ik... Hij ah, ja, heeft okay. nog geen Vlaamse kassei aangeraakt, buiten in de omloop natuurlijk. Ja. Ah, ik, ah, denk, ah. Ja. ik denk dat Gaspar daar content mee <laughs> ja, 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 zal zeker, ja, Zeker, zeker. Ja, gent is dan zondag. Dat is met een podiumpresentatie, Olli. En uh, ik ga die doen, die podiumpresentatie. Ah, ja? Ja, ja. <laughs> samen, samen met Linde Merkpoel. Uh, ik heb die van de omloop ook gedaan. Ja, uh, ja, maar ik herinnerde maar... hem niet. Ik was uh, ja, gefocust. Ja, 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 ja was ik, had, ik had trouwens exact hetzelfde naam als nu. Ah, ja, om, <laughs> ja. <om> herkenbaar. <laughs> dacht, <laughs> ik dacht, Olli. Je gaat er nog weten, maar dat <laughs> ja. was Linde die bij mij kwam staan. Dus, uh, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, en haar herken je wel. Uiteraard. Dat snap ik wel natuurlijk. Dat snap ik wel. Nee, ik stond, naast, ik stond naast Greg. Ja. Ja, dus ik heb een uur gewacht en je hebt me niet herkend. Maar dat is niet erg. Kan gebeuren. Nee. Dat is niet erg. Het zal niet meer gebeuren. Ja, nee. Maar uh, ik, ga, ik ga wat do's en don'ts vragen aan u want ik vraag me af, zo'n podiumpresentatie. Um, doen jullie dat eigenlijk graag? Oh ja. Dat is niet echt eigenlijk. Nee, want uh, dat, is altijd, dat komt altijd slecht uit. Ja. Like, uh, als je naar, naar de wedstrijd gaat, drie uur op voorhand eten, dan twee uur op voorhand naar de bus. Uh, dan is dat zo, de briefing van, van de dag tevoren, nog een keer herhalen in de bus. En dan is dat zo, ja, ik heb mijn kleren nog niet aan, over zeven minuten begint die presentatie, ik moet mijn eten nog nemen, uh, ik moet nog een keer in mijn hoofd denken van, wacht eens... dat steek ik in mijn linkerzakje, want dat is uur één, dat steek ik in mijn middenzakje, dat is uur twee, alleen van eten. Ja. Dus je moet alles nog een keer doorlopen en dan, dan heb je die ploegenpresentatie. Je denkt, oké, okay, ik kan nog twintig minuten daarna om in een bus te gaan zitten, maar dan heb je altijd interviews. Dan is dat zo, fuck. Dat is altijd. Euh, altijd zo gejacht. En Dan kom ik kik. En Dan kom jij. Met, al, met altijd dezelfde belachelijke vragen. Hoe zijn de benen. Toch leuk hè de omloop. Fantastisch. Hè? Ja. Nee. Maar ja, wat zijn dingen dat, wat, wat zou je graag horen van, uh, van iemand die de podcast uh, en zo. Welke vraag moeten we maken? Nee, voilà, dat is het eigenlijk. We welke vraag moet het volk ja. kikstenen? Ja, als, 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 als het volk entertaint, is dat, dat, dan is het voor mij goed. Dus als ik mijn broek afsteek, dan is het in orde? Ja, ja dat en maar nast graag. Ja. <laughs> <laughs> uh, nee, maar dus ik had, ik had een, een ideetje. Uh, ik vraag gewoon aan de luisteraar en de kijker uh, om te commenten wat ik moet vragen. Misschien niet aan u, maar aan een renner. Dus ik stel voor, comment onder uh, de video op YouTube wat ik moet vragen aan welke renner. Uh, en waarom? En dan misschien haal ik die eruit. En dan kunnen we het daar leuk over hebben. Volgende week. Ja, ik ben echt iets benieuwd eigenlijk. Ja. Hm. Ja. ja. Als jij een vraag hebt, Jappe, je mag altijd commenten, Ik ga ze zeker in op de de YouTube. Ja. ja. Zou je, wat zou je willen weten? Ja. ja. Voilà. interessante. Maar je hebt het hier al kunnen vragen aan Oli, natuurlijk. Dan keer iets anders hè? Vraag Dan keer iets niet standaard. Zoiets uh, out of the box. Out of the box. Ja. Niet zo van. Zit het uh, zitten? Oh, nee. Ja, nee, nee. Zijn de benen goed? Ja. Oh. Maar er is toch eigenlijk veel verschil tussen sommige ploegpresentaties? Die van, van, van de Tour bijvoorbeeld, dat is ook zo wel een beetje een, een vreemde vlerk. Allee, je hebt toch zo een... Ja, wat... Maar... Wat valt dan nog mee? Dat valt nog mee, maar like bijvoorbeeld uh, voor sommige klassiekers is, is het een dag ervoor. Mm -hmm. dat, dat is ook helemaal anders. Uh... De podiumpresentatie, dag ervoor. Mm -hmm. Ja, de rest ja, ja, moet nog okay. alles leuk ja, dat is... Maar Echt. dat is ook een vreespel. Dan zijn je drie uur weg met een bus voor, uh, voor dan een keer... Je uh... hand op de... Ah, ja. Ciao tutti. Uh, bedankt ja. voor te komen. Ja. Bedankt voor de bloemen. Ja, geen Zwevelgem. Um, dat is uitkijken uh, naar de Moeren. Uh, ja. Dat is voor ons toch het ah, uitkijken. Dat is, zeker, zeker ja, het kijken, dat is toch het leukste denk ik. <laughs> dus ons... op, de, op die wind. De wires. <laughs> dat begint zo morgen overmorgen op die wind. Heb een keer kijken, zo, zondag. 11 uur, 12 uur. Oeh, waar komt die wind? In? Ja, en dan. Bang en hartje. Ja, ja. Gewoon hopen dat het geen tegenwind is vanuit uh, van Wevelgem. Dat is het, enigste. Ah, maar mm -hmm. het is wel, Het is wel vaak het geval hè, dat je daar. Mm, het is meestal zo zijwind. Ja. Ik, in mijn hoofd zit gewoon nog altijd 2015. ja, ja. Oh, dat was ja. mijn eerste wereldrekoers als we allereerste allereerste wereldrekoers dacht damn wat is dat, hier? <laughs> DNF. dat is dnf nee, 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 nee. Nee? in de tw twintigste was het denk pro ik de ja. staat stond dnf dat kan niet Echt? Ja, ja. we hebben verkeerd we hebben ah, nee, nee, een sorry nee ik heb het op die, uh, die geweldige wire editie ja ja dat was dat ja, 2015. ja. Nou. kijk nog maar een keer checken is ah oh, wacht 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 ik ga het kijken hè. Ah, ik ga kijken we waren met uh, edward Toens en ik de enige finishers van de ploeg ah. en ik dacht dang. Ik wil terug naar de pro conti -tour. <laughs> Ja, maar 20 20ste ja. is toch een goede een een plaats. Ja. Het kan ook 25ste zijn, maar ik weet dat er maar 25 mannen gefinished was. was een... Ah ja, was er toch maar 25 mannen? Er was ja, echt ja. super weinig volk aan de finish. Ja. 2015? Tween, 32ste. 32ste? 32ste. Hoeveel waren er aan de finish? 40 of zo dan? Uh, ja, wacht, ik ga even kijken. Het waren er... Mm, ja, 39. Ja. Okay. Dus ja, dan waren er toch nog een paar renners achteruit. Ja, ja. De Nellis was in de kanaal geblazen. Ja, die waren ja, Gert Steegmans, de mens van 90 ja. kilo, die lag er in, ja. in de beek, in de moeren, ja. uh, dingen. Jerwin uh, Thomas in Thomas, Thomas de laatste in, in die, kilometers. In dat gras daar, ja. ongelooflijke ja. momenten. Ja. Zo'n koers, ik denk niet dat, dat vandaag nog start, eerlijk gezegd. nee, ja. Want, ja, want, nee want dat was echt. Hey, in gaan we wel ver terug, maar dat was echt kijken. En die mannen gingen precies niet vooruit ook. Hè. Maar we gingen over... nee. echt niet vooruit. Nee. wij gingen echt niet vooruit. Ik weet nog dat we... Toen reden we nog naar, naar de Kasselberg in Noord-Frankrijk. En uh, dat ging echt niet vooruit. waarin dan misschien twintig per uur. En iedereen ging zo echt in die, in die waarde die waarden geschifte hm. beelden. Ik stel voor dat we, um, om af te sluiten, uh, een kleine pronostiek uh, houden. Voor zowel de E3 als Gent-Wedengem. Uh, ja, Jasper, ik ga bij u beginnen. Um, ik ga voor de E3 voor stuiven. Ik ga eigenlijk voor twee jaspers. Ik ga voor Jasper stuiven. Ik ga voor Jasper Philips. Ik heb uh, stuiven heb ik een uh, paar weken geleden op. Uh, in Calpe, paar keer tegen, gewoon onderweg. Die blinkt in zijn vel. We hebben dat ook gezien in Salerno. Oh. En die gaan wel eens een keer uh, prijs schieten. Ja, denk het echt wel eigenlijk. Ja. Stel dus we voor E3 en Philipsen. Uh, ja, gent en, en Philipsen ook. Ja, ook, ook omwille willen van, ja, er zit wel een goede flow in de ploeg. Oh. En uh, ja, dat gaat ooit wel eens een keer. Uh, Oké, okay. raak, raak zijn. Dirk, maar ik zal voor Olvernaise gaan voor de E3. Zeer vriendelijk. Maar op tijd anticiperen. Ja, ja. <laughs> wacht wachten de. En Arno de Lee voor gent -Wevelgen. En Arno de Lee. Dat is genoteerd. Ja, Oliver. Ja, maar ik, ik heb de startlijst net nog niet. Bekeken. Ik zou zeggen, je mag ook jezelf kiezen. Dat is ook zo'n hè. <laughs> nee, ik kan me wel vinden in, in Philipsen. Voor, uh, voor zondag. De Lee, denk ik uh, dat een klein beetje. Misschien ook dat, dat de piek een beetje ja. gepasseerd is. Mm. Philipsen zondag. En vrijdag staat toch Wout, denk ik. Vrijdag woud. Vanassen, voilà, dat staat erop. Oké. Okay. Ik ook heilig. nog zeker. Ah, ja. ik had ah, twee keer, ja, sorry. Jongens, ik had twee keer Wout van aard, oh, 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 oh. Ja, zwakte ah. ja, zwak bot. Ja. Ja, zwak bot. Maar uh, ja, kijk, uh, de winnaar die komt aan de meet. Als eerste erover. Schijnde, zal ik echt u zeggen. Goed, we hebben, uh, ja, voor ik afscheid neem van u en uh, van jullie, uh, heb ik nog een giveaway. Of hebben wij nog een giveaway? En die is niet uh, van ons, zal ik iets te zeggen. Wij geven niks weg. Maar Oliver Naasten geeft zijn gedragen. Het is, gewassen, nee. het niet het is het gewassen? Is het is een gewassen truitje weg van AG Desire Citroën. Oh ja, zie je. Misschien beter de tred hoe dan ziet. Zie de moutjes. Ja, ja, ja. Dat prachtige moutjes. Ja, ja. Er staat niks onder. Nee, Geen... maar uh, de Belgian Flag? De, ja, ja, tricolore. tricolore. Ja, Prachtig. Prachtig. Dus als je uh, het raadje wil van een, uh, ik daar kijken natuurlijk, van een echte kampioen, dan is het heel simpel: je gaat naar onze Instagram pagina van Valsblad, Je volgt en je reageert, je reageert daar op uh, de laatste post die we daar gepost hebben. Ja. Simpel zijn. En Oli gaat dat tekenen. Hè? Ja. En Ollie gaat dit. Uh, ik had thuis, thuis geen deftige stift nummer liggen, dus uh, reken ja, op jullie. Jawel. Maar die vinden, we, die vinden we zo meteen. Ja, dan moet ik eigenlijk alleen nog maar afscheid nemen ja. uh, van jullie. Het zit erop. Oeh. Uh, oh. Voilà, ik moet afscheid nemen. Word er wordt teken gedaan dat ik iets moet zeggen in de microfoon. Dat is misschien wel slim. Jappe, enorm bedankt dat je er was. Ik ben blij dat we terug zijn. Hè? Ja, 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 ja. Het, het voelt goed. En volgende week komen er ook echt uh, goede gasten. hè? Echt zot. Kan je al een, een kleine tease geven? Nee, dat gaan we nog niet doen. Nee, nee geen een tease. Dirk, jij was er een vat vol kennis. <laughs> uh, en uh, klaar om zo meteen weer tot 12 uur s'nachts te monteren aan Belgasport. We zitten in de laatste rechte lijn. Oké. Okay. Over Naasen is het in de laatste rechte lijn richting E3 en Yes, Bedankt voor met te laten komen. En enorm bedankt dat je hier was. Echt uh, super. Um, en hopelijk tot heel snel. En aan alle kijkers en luisteraars uh, van PlaySports en alle kanalen waar we op te zien zijn, bedankt en uh, tot de volgende.